Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ik ben Brooklyn. En ik ben niet alleen Brooklyn, ik ben ook heel moe. Aangenaam. Het is nu 7:10 en ik moet weer zo vroeg naar school. Gelukkig heb ik maar 4 uur les. Jammer genoeg. Ik had een uitval, maar er was een opvangleraar die zorgde dat ik alsnog les heb. Dus helemaal bedankt, helemaal top. Ik ga nu lekker naar school. En dan ga ik daarna naar huis mijn video bewerken. En dan ga ik vanavond werken. Waar ik zo geen zin in heb. Omdat ik zo moe ben. Maar moet toch gebeuren. Ik ga lekker naar school. Oké, mensen, we zitten hier op school. We hebben een zieke setting hier zo. Kijk. Hier hebben we een camera. Kijk dat ik nergens op loop. Een camera. Daar hebben we. Ik samen met Nathan doen we een setting hiervan. Oh, hij staat op 0.5. Dat is niet de bedoeling. En dan gaan we lekker. Hier zo zie je de spullen. Ja. Dat is heel ziek. Ik vind het er heel goed uitzien. Groene lamp hebben we hieronder staan. Die schijnt hier zo. Dan heb je een soort van zonsopgang effect. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij doet het met een blikje Fernandes. Ik doe het met een blikje Sprite. Groen. Fernandes. Helemaal perfect. Kijk maar. Komt helemaal goed uit. Gaan we het zo meteen inschenken. Maar eerst doen we dat water in. Zodat er misschien nog wat schuim komt. Of de bubbeltjes misschien iets langer omhoog komen. Maar eerst gaan we dit licht hier zo. Gaan we nog veranderen. Door een diffuser ervoor te zetten. Maar een fel ding ervoor te zetten. Zodat je de dingen niet in de weerspiegeling ziet. Maar hier zo, deze witte lijn is deze lamp, kijk maar. Heerlijk shotje! Heerlijk shotje, hè? Ja. Ja, ik ben aan het vloggen. Ja. Even kijken, ah, je ziet het nu niet. Potverdorie, niet hou! Dit is Jesse. Hallo. Is dit je moeder of is het gewoon bij jou? Nee, dit is van mijn vlog. Oh, dit is zo. Ja, wil je ook op de vlog? Ja! Hallo. Dit is Sylvia. Wil je ook op de vlog? Sylvia met een C. Hallo. Tuurlijk ben ik aan het vlog. Tuurlijk. Dat vind ik eng. Doe een backflip. Doe een flip! Ja, doe een flip! Dat kan toch nu niet doen? Doe een flip! Teleurstelling dus. Nou, wij gaan weer lekker verder werken. Kijk mensen, dit is het tweede item, de JBL box. Oh, hij staat net uit, maar dat maakt niet uit. We gaan weer lekker filmen met andere kleuren, deze keer blauw. En nu gaan we even lekker pauze houden, want we hebben 2 uur gewerkt aan deze opdracht. Echt depressief vandaag. Alleen vandaag? Oh, waarom? Ja, heeft hij een fucking zelfverstand, dat doet hij alsnog zo. Tuurlijk, maar dit is toch veel betere kwaliteit. Nou, we blijven. Oh ja. Maar we zitten nu echt. We zijn nu echt onderbelicht, hè? Ik weet niet of dat door is. Nou, Wat ben je nou allemaal aan het doen? Nu denk ik nog meer trouwens. Sowieso niet. Zo niet. Nee, wat? Dit is sowieso beter. Dus maar, ja, je moet wel even kijken of het beter is. Zou ik eens even kijken? Zo, wat een lekker koppie. Je moet wel iets meer taille tilten. Ja, dat is goed. Dit is een lekker koppie hoor. Top, wij gaan even lekker pauze houden. Oké, mensen, ik ga nu lekker eten. Ik ben net thuis gekomen. Althans net, ik ben al tijdens thuis. Ik heb alleen daarna niks gedaan, behalve huiswerk gemaakt. Of huiswerk gemaakt, gewoon lekker gegamed eigenlijk. En wat huiswerk gemaakt. Gekeken naar huiswerk, had huiswerk ingeleverd. Kijken wat ik moest inleveren, dat soort dingen. Ik ga nu lekker eten. Ik zal het even filmen zo meteen. Kijk mensen, we hebben hier zo lekker aardappels met spinazie. En lekkere aardappelkruiden. En appelmoes. En lekkere tartaar. En nog meer burgers. Oh, nog meer burgers. Maar dat is vegetarisch. Niet per se omdat het vegetarisch zijn, maar om het gewoon een keer eens uit te proberen. Oh mensen, ik vind het toch zo irritant. Ik hoop dat van deze vlog vandaag minimaal 7 minuten is of zo. Dat beter dat die 7 minuten of langer is. Anders ga ik mezelf echt haten. Want deze vlog is alweer 4 minuten maar. Zo irritant. Het spijt me zo erg daarvoor. Ik ga echt mijn best doen, maar ik weet gewoon niet soms wat ik moet filmen. Deze vlog zou sowieso langer moeten zijn. Gisteren had ik niks gefilmd op school. Althans bijna niks, zoals je zag. Ik had gewoon meer moeten filmen. En ik moet eraan wennen. Ik vind het nog niet heel fijn op school te filmen, zeg maar ik ga daar aan leren wennen om het vaker te doen. Dus daar gaan jullie sowieso meer van zien. Voor nu ga ik even bijna naar mijn werk toe. Ik moet over 10 minuten al weg. Ik ga hem aanzetten. Dan ga ik hem uploaden. Of renderen, uploaden. En dan ga ik naar mijn werk toe. Oké, mensen, ik ben weer thuis. En ik ga nu lekker even serie kijken. En nog even wat bellen met vrienden. En kijken of ik nog wat opdrachten heb. Ik denk het niet. Ik heb alles al ingeleverd zover ik weet. Dat zijn opdrachten van gisteren. Ik ga daarna... Ik weet niet wat ik daarna ga doen. Ik ga sowieso nog douchen vanavond. Mijn werkkleding ligt al in de was. Ligt daar zo in het was ook daar zo. Morgen ga ik er een wedstrijd fluiten, een wedstrijd spelen. Wordt sowieso gefilmd. Super veel zin in. Want we gaan natuurlijk winnen. En het moet goed komen. Dus ik ga even lekker serie kijken. Computer aanzetten. Want ja, anders kan ik geen serie kijken. En ik moet ook nog mijn spullen opruimen. Maar dat komt wel goed. Ik ga lekker serie kijken. Voor de 5e keer dat ik dat gezegd heb. Ik herhaal heel vaak dingen. Misschien moet ik daar weer op gaan letten. Ik ga er sowieso meer op letten. Sorry daarvoor. Oh man, deze stoel is zo lekker. Ik heb net lekker een serie gekeken en ik heb lekker naar achter gelegen. En hier zo lekker op mijn monitor gekeken. Wat is het toch als topstoel, holy moly. Even rechtop zitten als dat lukt. Oh. Ah, kijk. Ik ga nu lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Ik ga ook nog even douchen. En dan ga ik morgen lekker vroeg wakker worden weer. Jammer genoeg wel, maar dat maakt niet uit. Waarschijnlijk rond 9:30 of zo ga ik wakker worden. Oh, moet ik uitkijken dat ik geen... Oh, dat is ook niet de bedoeling. Dat ik de draadjes niet kapot maak van mijn computer, want die zit hier nog onder. Zoals je daar kan zien. Ik ga even mijn stoel recht zetten. En dan ga ik lekker naar beneden. Bedankt voor het kijken. Sorry als ik het weg wilde. Hopelijk vonden jullie het leuk. En vergeet niet te liken, te abonneren. Hopelijk vonden jullie het ook leuk dat ik in mijn klas iets meer filmde vandaag. Sowieso dikke vet shout-out aan iedereen in mijn klas die in de vlog was. Dikke vet shout-out. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Ciao.